My name is Jan Svitak and I work as an econometrician at the Chief Economist Office of the Netherlands Authority for Consumers and Markets. Ik ben Axel Augustinus en ik werk bij Easywalker en daar ben ik e-commerce director. I am Emir Karada and I work as a data analyst in Elsevier. But then there was a question from Noor recently where if you select up on Helium, apparently there's like a downward trend for the submissions. I moved to Amsterdam in 2010. And after completing my bachelor's, I started the master's at the University of Amsterdam. One of the most important skills that I have learned will be able to formulate a problem, come up with a solution through testing your ideas. Compare year over year, yeah. So then, exactly, so then you don't. Nou, hier heb ik wat plaatjes over. Eigenlijk reacties, functies van bedrijven. Ik speel hier twee algoritmes tegen elkaar. I actually ended up applying to a lot and a lot of different jobs because I really didn't know what I wanted to do. So I applied for consultancy jobs, for banks, central banks, finance, trading companies. And I ended up doing an internship at the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. There I found that actually really like the combination of work in the public sector and some academic research. And I really like that I can really, really do econometrics, which is exactly what I studied. Ik was een vrij serieuze student, dus als ik terugkijk en ik vergeleek mij met de studenten van toen, in ieder geval om mij heen, dan was ik altijd wel vrij serieus bezig met het halen van mijn punten en mijn vakken. Ja, ik was wel serieus bezig met mijn studie, maar de wereld daarnaast was eigenlijk ook heel belangrijk voor me. Nobody forgot you this time. Were we able to solve the problem with the Databricks? So then. Because I love mathematics, I like to see the data and then be able to make decisions about that. I mean, I do analysis on my own expenses and I do analysis on my own sport, you know, because I like to run a lot. After my runs, I spend half an hour just looking at the data from my runs. I love it inside out. So I was actually surprised how many interesting jobs there are in the government sector. And the work is challenging and it's never to benefit some small group of people, but it's always like sort of the optimal solution for everybody. So it's important to me that I never actually need to compromise. Hey Sophie, goedemorgen. Ja. Hey, komt het uit? Ah, perfect. Ja, gaat goed. Ja, gaat zeker goed. Dus omdat we natuurlijk, dus we gaan beginnen met alleen de Harvey in één kleur in 3D. Toen ik op de middelbare school zat en moest kiezen voor een studie, had ik eigenlijk als 17-jarige jongen de ambitie om rijk te worden. Zo ben ik uiteindelijk beland bij de studie econometrie. Ik wist eigenlijk, of ik voelde, dat de sectoren waar je dan traditioneel terechtkomt, dat ik daar niet, ja, daar werd ik niet blij van. Dus consultancy, financiële sector, dat soort banen. En ik merkte dat ik behoefte had aan trots kunnen zijn op een product. Dus dat ik wilde werken voor een merk waar ik achter kon staan. Zodoende ben ik in retail terechtgekomen en daar ben ik gebleven eigenlijk. En zijn deze ook input geweest voor de Miley? Als je kiest voor een studie of als je je bezighoudt met je vervolgcarrière, dan denk je heel erg vanuit de kaders en de norm die dan geldt. Maar ik zou willen adviseren om vooral na te denken over waar je energie van krijgt en waar je blij van wordt om te doen. After the first matching, you only need to
take initiative and set a goal for yourself, what you want to achieve at the end of your graduate program. I would say don't follow what your friends are doing and really try to find something that you like and enjoy. It makes it a lot easier to go to work every day.